En dan nu? Hallo kijkers. Vroeger was alles beter. Tot 1874 was Nijmegen niet veel groter dan Van Waal tot aan de Walstraten. De stad knapte zowat uit zijn voegen en er werd besloten de stadsmuren af te breken en buiten de muren verder te gaan bouwen. Dat heette stadsuitleg. Er werd van alles gebouwd en daar wilde de gemeente de hand in houden. Dat heet welstand en dat gaat over bruikbaarheid, schoonheid en degelijkheid. Zo af en toe wordt er door de gemeente gepeild wat de burgers ergens van vinden. Dan worden er vragen gesteld over dakkapellen en zo. En een half jaar later ligt er een onderzoeksrapport en komt er om de 10 jaar ook nog eens een kadernota. En dan komt er een inzageperiode voor de burgers en gaat de gemeenteraad de beeldkwaliteitsnota goedkeuren. En daar staan dan weer zinnen in als: inzetten op beeldkwaliteit is vooral van belang op plaatsen waar de stad van iedereen is, waar iedereen haar beleeft. Bijvoorbeeld op toegangswegen of pleinen. Het herkenbaar maken van gebouwen, plekken of gebieden met een bijzondere betekenis draagt bij aan het vergroten van de belevingswaarde van de stad. Het geeft identiteit. Ergens in 2013 wordt besloten om de stadsuitleg aan te wijzen als van Rijkswegen beschermd stadsgezicht. Een gedeelte van die stadsuitleg is recent gerestyled. De Nassau-singel zag u op de foto's voorbij komen. De restyling is nog bezig. Er komt nog een nieuwe frietent. De beelden van vroeger zijn al teruggeplaatst. Er zijn nieuwe bankjes en nieuwe afvalbakken bijgezet. Bedankt voor het kijken en tot de volgende week. Schoonheid, bruikbaarheid en degelijkheid. Inderdaad.